dat u op de achtergrond wel betrokken bent bij deze gesprekken. Nee, nou nee, dat zou te mooi zijn om waar te zijn. Ja. Maar u geeft wel eens we denken advies. Wel mee. U denkt mee? Nou, dat vind ik hetzelfde als betrokken. Maar u zegt, het kan vlot getrokken worden door gewoon naar de minister van Financiën te gaan. Nee, dat zou kunnen, maar dat zit natuurlijk, daar kwam Sjaak van der Valk in de tijd ook al mee. Geef ons 8, 9 miljard extra. Ja. Geef mij 8, 9 miljard extra. Ik doe ook leuke dingen voor de mensen, overigens. Hoor. Maar wat vindt u? Hoe zou het nou vlot getrokken kunnen worden? Ook dat is een interessante vraag. Ik denk dat ze misschien het model van die overlegtafels, wat ze nou gedaan hebben, dat niet meer werkt. Hmm. Met klimaattafel ook steeds een probleem. Ja. Je gaat mensen aan tafel zetten die al 10 jaar met elkaar aan tafel zitten. En al 10 jaar niet de oplossing hebben bedacht. En dan geef je dat bij een bak met geld. Ja. En dan weet je precies wat iedereen gaat doen. Die bedenkt allemaal een manier om dat geld het meeste deel naar zich toe te trekken. En dat zie je nou gebeuren. Maar dit werkt niet, maar wat zou dan wel werken? Ik denk dat je als ik daar zo zit, zou ik nou denk ik inderdaad zeggen, er zitten geen 50 partijen aan tafel, maar uiteindelijk zitten er minder aan tafel die de besluiten gaan nemen. En daar moet je nou op gaan concentreren en dat klein gaan maken. Dus laat hem rustig van die 50, laat hem eens een keer 46 afvallen. Ja, precies, een kleine gezelschap. Met een kleinere groep. En dan met de koppen bij elkaar. En dat is heel vervelend. Maar dan heb je nog steeds een geldprobleem. Nou, dat is een interessante vraag, maar dan moet je met de koppen bij elkaar. En dan komt er een moment dat je misschien moet zeggen, heel dicht bij elkaar met de koppen. Ja, dat is vervelend. Ah,